Twee daders met maskers uit de horrorfilm Scream hebben dinsdagavond in Eindhoven een overval gepleegd op een cafetaria. Ze drongen de snackbar aan de Antwerpenlaan in de wijk De Tempel rond 10 uur binnen en eisten geld. Of ze ook daadwerkelijk iets hebben weten buiten te maken is niet duidelijk. Bij de overval raakte niemand gewond en de politie is begonnen met een onderzoek.